Hey iedereen en welkom bij de tweede Road to Graduate. Vandaag is het zaterdag 5 mei en vandaag is het weer een heel drukke dag in verband met school. Gisteren is mijn eerste vlog trouwens online gekomen en jullie waren allemaal heel enthousiast. En daarvoor ben ik echt heel blij. Dat maakt me blij dat jullie het leuk vinden. Mijn haar is weer zeer fabulous. Ik heb ook weer de meest fancy outfit ever aan. Not. maar vandaag moet ik zelfs om 11 uur mijn kleed. Ja, ons papa is aan het zaaien. Ik moet om 11 uur naar iemand gaan voor mijn kleed te laten verkorten voor het galabal. Want we hebben volgende week galabal en mijn kleed is nog een klein beetje te lang. En voor de rest van de dag moet ik heel veel voor school doen. Echt veel, want morgen heb ik heel de dag BK, Belgisch kampioenschap. En mijn dansschool organiseert dat morgen. Maar het is dus Belgisch kampioenschap, dus dat is heel de dag. Ik moet daar om 7:15 al zijn en dat duurt tot 's avonds. Dus dat is een heel druk weekend voor mij en ik ga natuurlijk weer voor jullie vloggen. Hey, ik heb lenzen in en ik heb andere kleren aangedaan, want ik ga nu buiten eerst mijn buis voor het detectisch model rood spuiten, want dat moet nog gebeuren. En dan ga ik in de zon zitten, want het is echt super goed weer. En dan ga ik er wel in weer leren. Mijn kleed is trouwens ingekort. Dat kan deze avond al afgehaald worden. Dus dat gaat waarschijnlijk ook nog vandaag gebeuren. Dus daar heb ik dat ook weer al. En dat is ook super goed gegaan. En ja, voor de rest was het even een update. Hallo, het is vandaag zondag. En ik heb vandaag mijn wedstrijd in... van mijn eigen dansschool. Ik ben al van 4:45 wakker. Het is nu... 7:30 en ik moet om 7:50 op de plaats zijn. Maar vandaag is het niet zo ver rijden. Het is maar 20 minuutjes rijden. Want het is van mijn eigen dansschool. Dus het is waar het is dicht bij mijn dansschool. Nu, ik heb mijn haar al gedaan. Ik heb het bovenste van mijn pak al aan. En ik heb ook mijn vestje aan. Mijn broek heb ik nog niet aan. Ik ga nu mijn zak nog pakken. Alles er terug instappen wat ik eruit heb gehaald. Naar beneden eten en vertrekken. Dus ik spreek jullie deze avond. Oh ja, trouwens is vandaag Belgisch kampioenschap. Dus het is wel heel spannend. En ik zou het wel leuk vinden om te winnen. Hallo, het is vandaag maandag 7 mei. En het is nu bijna 8:40 s'avonds. En ik zit op mijn bed. Want ik ga nog wat voor school werken. Nu, gisteren heb ik heel erg niet meer gevlogd. Want ik heb natuurlijk mijn BK. We zijn uiteindelijk tweedes geworden van een team waar we altijd al van gewonnen hadden. Dus we zijn eigenlijk niet zo tevreden. Ik ben ook niet tevreden. Maar we hebben wel ons best gedaan. Dus het is een beetje mixed feelings. Ik wil wel iets over vertellen, maar liever ook niet zo echt. Vandaag had ik, zoals sommigen van jullie, ik weet niet goed of ik het verteld had, maar vandaag... had ik mijn GP-activiteit, dus mijn eindwerkactiviteit. Een activiteit waar we eigenlijk al weken naartoe aan het werken zijn en al heel veel mee bezig geweest en geknutseld en nagedacht en opnieuw en dingen verbeterd en anders en dit en zo en heel hoog en geregeld en blah. En eindelijk was het dat zover vandaag, dus dat is eindelijk weer een stukje dat we kunnen afronden, dat is nu geweest. Dus dat is iets dat we nu kunnen laten vallen, dat in mijn hoofd helemaal terug... kan rusten, dat kan nu verdwijnen uit mijn hoofd en uit mijn planning en alles. En ik zal er eventjes over vertellen. Dus we hadden twee groepen van 10 kinderen. En het begon al met dat de eerste groep ineens met 11 waren. Dat was niet erg, want we waren zo slim geweest om daar ons op voor te bereiden. Dus we hadden uiteindelijk voor 11 mensen, we hadden voor 12 mensen voorzien. Dus normaal kwamen ze maar met 10, nu waren ze ineens met 11. Maar ja, dat is nu niet zo erg. En de eerste keer was onze mijn leerkracht van GP-leerkracht. Was die ongeveer 20 minuutjes komen kijken. Maar ik was heel erg zenuwachtig. Dus ik was echt, ik had stress voor hoe dat ging verlopen. En ik begon allemaal dingen te doen dat ik eigenlijk beter niet had gedaan. Zo naar mijn groepsgenoot Fleur gaan vragen terwijl hij eigenlijk uitleg aan het geven was. En heel hard de tijd in doog aan het houden en zo. Maar dan moest hij halverwege de weg omdat er een andere GP-leerkracht ziek was geworden. En zij moest dan twee groepen beoordelen. Dus dat was voor de eerste groep. De eerste keer liep het een beetje stroef. Het was een beetje, het was nog een beetje wennen.
Fleur en ik wisten soms niet zo goed hoe dat we dingen moesten aanpakken. We waren ook een paar dingen vergeten te vertellen. We hebben uiteindelijk nog wat tijd over gehad, dus hebben we nog dingen moeten bijverzinnen en zo. Dus de eerste keer ging die zo super vlot. En dan na de pauze was van de kindjes, we hadden de andere groep van het klasje. En dat ging echt, echt heel... heel goed. Die tweede keer is echt super gegaan. De tijd dat we hadden om de activiteit uit te voeren was ook korter. Waardoor dan de activiteit perfect aansloten. We waren gewoon netjes op tijd klaar. 1 minuut voor de bel ging waren we klaar. De kinderen hebben nog met ons mee opgeruimd. En dan deze keer zat de juffrouw van de kinderen erbij. De juffrouw van het derde leerjaar zat erbij. En die was heel, heel, heel enthousiast. Die heeft echt, die moest een evaluatiepapier invullen en die heeft op ons alles het meeste gegeven. En die, ja, die was echt heel enthousiast. Die zei dat we dat heel goed hadden gedaan. Die had ook bijvoorbeeld geschreven dat de kinderen tegen de middag meestal heel rustig waren, heel druk waren. En nu bij ons dat we ze heel rustig hebben gehouden, dat we heel duidelijk hebben uitgelegd. Goede opdrachten, goede tijd enzovoort enzovoort. En want de tweede keer is het echt heel goed gegaan. Dus daar hebben we echt een heel, heel goed gevoel bij. En we hopen dat dan onze leerkracht van GP daar een beetje rekening mee houdt. Van ja, dat de eerste keer kan dat natuurlijk gebeuren, dat ze nog wennen. En dat was bij iedereen eigenlijk, dat de tweede keer veel beter ging. Of bij toch bijna bij iedereen. Dus ja, ik ben blij dat dat nu afgerond is. En ik ben ook blij dat het de tweede keer heel erg goed verlopen is. Nu moeten we daarvoor een ervaringsverslag schrijven. Dus we moeten een verslag schrijven over hoe dat we dus die activiteit ervaard hebben. Wat dat er goed ging, wat ging er minder goed. Onze bedenkingen, waar we de volgende keer zouden moeten aanpakken. Wat we ervan vonden enzovoort. En dat ga ik dus nu schrijven, want dat moet natuurlijk ook nog gebeuren. We moeten dit woensdag al afgeven, dus dat wil zeggen overmorgen. En ja, ik ga proberen nu toch al 3/4 daarvan te schrijven. En dan morgen nog de rest typen, want ik moet nog gaan dansen morgen en ik heb woensdag nog een test. Dus ik ga proberen nu nog heel veel te doen. En dan, of toch al het grootste deel, en dan straks nog een beetje in mijn boek lezen. Dus dat was even een update voor nu. En ja, ik kan toch wel terugkijken met een goed gevoel op vandaag. Hallo, het is vandaag dinsdag 8 mei en het is nu iets van 6:40 avonds. En ik heb weer mijn topje aan, want het was weer super warm vandaag. En ik heb net vanaf 5 uur ongeveer tot we gegeten hebben, dat was pas om 6 uur, in de zon gezeten. Ik moest nog in mijn boek lezen en ik had besloten om niet echt iets voor school qua leren of GP te doen voor het eten. Dus ik heb daarom voor het eten in mijn boek gelezen en dan gegeten. En nu is het dus wel tijd om aan school te beginnen. Ik ga even eens mijn planner pakken. Ik heb ook echt nog een zonnebril op mijn hoofd, maar ja, zwart, maakt niet zoveel uit. Ik heb ook lenzen in daarmee. Oh, dat jullie geen bril zien. Ik heb hier dus mijn planner, of mijn planning. Nog even boekentas op de grond. Oké, voilà. Dus, dit is mijn weekplanning van deze week. En hier is mijn planning van vorige week. Dus zoals je kan zien was het echt een super drukke week. En nu is het eigenlijk ook nog een redelijk drukke week. Alleen gaat hier nog heel druk worden. Vooral deze 3 dagen gaan nog druk worden. Maar dat weet ik gewoon nu nog niet zo goed wat ik ga doen. Dus we hebben vandaag in de klas al een beetje aan NW mogen werken. Dus dat moet ik gewoon nog eens snel even herhalen. Dan moet ik, ja, mijn Nederlands boek heb ik in principe al gelezen. Maar ik ga waarschijnlijk er nog in lezen. En ik moet mijn ervaringsverslag van gisteren nog afmaken. En normaal had ik moderne training vandaag. Maar ik ga niet gaan, omdat het gewoon te veel te doen is voor school. En morgen is het eindelijk het galabal waar ik heel erg naar uit heb gekeken. Ik zit bijvoorbeeld zelf ook in het galacomité. Dus ik heb het galabal helemaal mee georganiseerd en al. Dus ik vind het wel super leuk dat nu eindelijk bijna zo aan het morgen zover is. Dat morgen het galabal is. Maar goed, ik ga nu mijn NW nog even herhalen en dan ga ik dan mijn ervaringsverslag afmaken. Dus ik spreek jullie zelfs.
Hallootjes. Mijn haar is een beetje ontploft, maar daar zullen we niet naar kijken. Het is vandaag vrijdag 11 mei en ik heb jullie precies al een paar dagjes niet meer gesproken. Ik denk dat het van dinsdag geleden is. Ja, ik denk het wel. Nu, zal ik even zeggen wat er een beetje gebeurd is gisteren en woensdag. Waardoor ik niet gevlogd heb en wat... Ja, gewoon, want het is niks erg of zo. Het is gewoon... het is er niet echt van gekomen. Nu gaan we eerst even focussen. Ja. Dus woensdag, zoals misschien een paar van jullie wel op Instagram gezien hebben, had ik galabal. Dus ik ben woensdag na school direct, omdat ik in het galacomité zit, dus ik heb het gala mee georganiseerd. Of, allee, zit of zat. Ik zat in het zit, ja, zat. En dan heb ik na school direct... dan ben ik na school direct naar de zaal gegaan. Dat is vlak bij mijn school. En dan ben ik daar mee op gaan klaarzetten. Heb ik de zaal versierd, de fotoboot klaargezet. Ballen opgeblazen, echt van alles. Dus ik kan nu ook wel een paar foto's laten zien van hoe de zaal eruit zag. En dan ben ik rond 4 uur was ik pas thuis. Terwijl iedereen in mijn klas al super vroeg, veel vroeger thuis was. En dan ben ik thuisgekomen, direct in de douche gegaan, haar gewassen, haar gedroogd, haar gedaan, schmink opgedaan, tanden gepoetst, schoenen aangedaan, kleed aangedaan. En dan ben ik al, dan was het al bijna 6:30. En dan ben ik vertrokken naar, naar een restaurant, naar mijn klas. Die stonden ergens te wachten. Vlak bij de zaal en dan zijn we eerst nog samen ergens gaan eten en dan zijn we daarna naar het galabal geweest. Nu, het galabal is echt super leuk, alleen mijn voeten doen echt nog steeds pijn volgens mij. Ik had hakjes aan, ze waren helemaal niet zo hoog, maar bij mij was het probleem, het voorste, want het waren zo sandaalhakjes, dat voorste riempje van die sandaal, dus aan mijn tenen, dat sneed heel de tijd in mijn tenen en dat deed echt pijn. En ik, ja, nu denkt u misschien, ik kon nu de hakjes weg uit, want heel veel deden dat ook. Maar dan hing mijn kleed op de grond. En dat was niet echt de bedoeling. En ik had wel andere schoenen bij, maar dan hing dat nog steeds op de grond. Dus, daarmee. En dan, ja, moest ik daarna ook nog helpen opruimen. Dus ik heb wel geklaard en ook helpen opruimen. Het was om 3 uur gedaan en ik was om 4:45 thuis. Het is, ja, 10 minuten rijden van die zaal tot bij mij thuis of zo. Maar we moesten eerst nog iemand gaan afzetten en we waren met meer helpers om op te ruimen dan om klaar te zetten. Dus dat viel ook heel erg goed mee. En dan, gisteren ben ik om 11:30 pas opgestaan, want ja, ik was natuurlijk super moe. Ik was heel laat thuis, ik had niet zoveel geslapen. En dan heb ik alleen nog een soort van ontbijtje gegeten. Dan heb ik ook nog gedoucht. Dan heb ik alweer middag gegeten. En dan heb ik een beetje voor school gewerkt en vooral wat films gekeken en zo. Het was gisteren echt een rustdagje. Dus ja, ik heb gisteren ook niet echt, echt veel voor school gewerkt. Ik heb wel mijn boek gelezen voor mijn, en voor mijn ja, WIP gewerkt. Woord vooraf, inleiding, slot. Allee, of besluit voor mijn GP. Maar dat is nu niet echt iets speciaals, dus het was geen keigrote van alles. En nu is het dus vandaag vrijdag en ik ga nu bij deze de vlog afsluiten, want ik ga zelfs een nieuwe vlog beginnen. En ik ga dus deze vlog dan bewerken, zodat die deze namiddag online kan. Ik wil jullie heel erg bedanken om weer naar deze vlog te kijken. Geef zeker even een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. Vergeet ook zeker niet even te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's en aan mijn Road to Graduate vlogs. En ja, dan wil ik jullie nogmaals heel erg bedanken om te kijken en tot de volgende. Doei!